Dying Light 2 is uit en de game is, zoals je misschien al hebt gemerkt, fucking zwaar. Vandaag heb ik 4 van onze eigen modellen voor je getest in Dying Light, variërend van een 2060 tot een 3080, op verschillende resoluties en natuurlijk met verschillende DLSS en raytracing instellingen. Ben jij op zoek naar een nieuwe game PC voor Dying Light of ben je gewoon benieuwd hoeveel FPS jij dadelijk op je eigen game PC gaat halen? Blijf dan kijken. Tot zo. Dying Light 2 is op dit moment gratis bij geselecteerde MSI-producten. Daarnaast kun je kans maken op één van de PC's uit deze video met een 3070 Ti. Check alle info op onze website, link in beschrijving. Yo gasten, welkom bij een nieuwe video van Redux Gaming met vandaag een performance review van Dying Light 2. De game is nu een weekje uit en veel van jullie hebben hem waarschijnlijk al gespeeld. Maar voor de mensen die hem nog niet hebben of überhaupt nog een PC moeten kopen, heb ik vandaag 4 modellen geselecteerd, speciaal voor Dying Light 2. De modellen die we vandaag gaan bekijken zijn de Redux Gaming i120 met een Nvidia GeForce RTX 2060 6GB, een Intel Core i5, 10400F en 16GB RGB werkgeheugen. Dit is een mooi instapmodel voor alle games eigenlijk en hij kost je €1379. Op het moment dat ik dit opneem. Hè. Prijzen kunnen veranderen. Voor actuele prijzen check de website, link in de beschrijving. De Redux Gamer Advanced A130 met een Nvidia GeForce RTX 3060 Ti 8GB, een AMD Ryzen 5 5600X en 16GB werkgeheugen. De 3060 Ti is misschien wel mijn favoriet de kaart uit de hele RTX 3000 line-up dus een goede prijs-prestatieverhouding. De Advanced A130 kost €1769. Dan de Redux Gamer A155 met een Nvidia GeForce RTX 3070? Wat ben ik aan het doen? Ja, dat zegt niemand. Nee. Iemand zei aan de telefoon een keer de 3090. Ik wil een computer met de 3090. Dan de Redux Gamer A155 met een 3070 Ti, een AMD Ryzen 5 5600X en 16GB werkgeheugen. En nee, het was geen grapje. We geven er één gratis weg in samenwerking met Nvidia. Check de link in de beschrijving om mee te doen. Gratis PC met een 3070. Deze giveaway komt echt een beetje uit het niets, hè? Is het een giveaway? Ja, dit is een giveaway. We geven gewoon een PC weg in deze video. Oh. Naast de giveaway die al loopt, hè. Er lopen nu 2 giveaways voor game PC's. Abonneren. Oh. Je kunt hem natuurlijk ook gewoon kopen, hè? Dan kost hij €2099. Het laatste model is de Redux Gamer Advanced A230 met een 3080 10GB en een AMD Ryzen 9 5900X. Die kost €2779, maar dan kun je ook Dying Light 2 op 4K spelen met raytracing. Of niet? Je ziet het zo in de cijfers. Maar eerst nog even dit. Alle PC's hebben een supersnelle PCIe 3.0 SSD van 1TB en komen met onze standaard 3 jaar garantie en Windows 10. Upgraden naar Windows 11 kun je eenvoudig zelf doen als je dat wil. De framerates zijn allemaal opgenomen op dezelfde plek. Framerates op andere plekken kunnen lager, maar ook hoger uitvallen. We gaan naar de prestaties kijken. We beginnen op Full HD en laten we maar even rustig beginnen zonder raytracing en zonder DLSS. Verder staat alles wel gewoon op maximale instellingen. Zoals je ziet krijgen alle PC's dat eigenlijk al geregeld. De 3080 116 FPS, 3070 Ti 108 en de 3060 Ti 81. Alleen de i120 heeft het al zwaar met 51 FPS. Dat komt niet doordat de RTX 2060 geen goede kaart is, maar dat komt gewoon doordat deze game echt fucking zwaar is. Gelukkig bestaat DLSS. DLSS is een technologie die werkt op elke Nvidia RTX kaart en je eigenlijk een gratis FPS boost geeft in games waar je kaart het even wat zwaarder heeft. Kaas! We zijn al 2 dagen dit plakje kaas naar elkaar aan het gooien. Oh. Maar hij begint helemaal te disintegraten. Dat werkt als volgt. De game wordt op een lagere resolutie gerenderd en met behulp van AI opgepoetst tot een beeld dat bijna net zo mooi is als het origineel op volledige resolutie. Klinkt goed, hè? Laten we die maar eens aanzetten dan. En tada! Nu halen we op de 2060 69 fps. Nice. De andere kaarten schieten ook omhoog, maar die framerates waren al dikke prima. Natuurlijk kun je de instellingen ook op low zetten. Dan haal je zonder DLSS 71 en met DLSS zelfs 96 fps op de 2060. Hij fucked up. Oké, we zetten DLSS weer uit en kijken eens naar de raytracing prestaties. Zonder DLSS. Zonder DLSS ziet dat er op Full HD zo uit en ja... De 2060 krijg je de Cinematic 24 FPS Experience en ook de 3060 Ti gaat nog niet richting de 60 FPS. De 3070 Ti en de 3080 redden zich ook maar net. Moet er wel bij zeggen dat de raytracing effecten in deze game er super sick uitzien, maar... Oh, wat is het toch fucking zwaar. Gelukkig bestaat... DLSS.
Goed zo. Als we die aanzetten, klimt de 2060 in ieder geval boven de 30 fps. En alle andere kaarten zitten comfortabel boven de 60. Nou, dat was Full HD. We gaan door naar Quad HD. Zonder DLSS en zonder raytracing produceren alle modellen eigenlijk speelbare framerates. De 3070 Ti en de 3080 zitten zelfs nog in de 80 fps. De 3060 Ti zit precies op 60, ook prima. En de 2060 op 35. Dus daar gaan we wat DLSS magic nodig hebben. Met DLSS schieten de framerates weer omhoog. En ook de 2060 zit hier weer op een acceptabele framerate. Zetten we DLSS weer even uit en raytracing aan, dan beginnen alle kaarten eigenlijk keihard met hun billetjes te knijpen. Zelfs de 3080 managed hier maar 45 fps, wat echt cyberpunk taferelen zijn. De 2060 komt nog net niet te overlijden. Tijd voor DLSS. Met DLSS... Oh, ik heb jeuk. Met DLSS wordt de boel weer acceptabel, met zelfs framerates van boven de 70 fps op de 3070 Ti en de 3080. De 2060 haalt nu 31 fps, wat misschien laag is voor PC gaming begrippen, maar vooral met controller echt nog wel te doen is, zoals mensen met een PS4 en een Xbox One weten. Wil je liever de hoogst mogelijke framerate, dan kun je de boel weer op low zetten. Dan haal je met de 2060 50 fps zonder DLSS en 74 fps met DLSS. We gaan door naar de laatste van vandaag, 4K. En even voor je beeldvorming, 4K is 4 keer zoveel pixels als Full HD en nog steeds meer dan 2 keer zoveel pixels als Quad HD. En dat zoveel pixels zijn, dat is te merken. Op 4K zonder raytracing en DLSS houdt zelfs de 3080 hem niet boven de 60 fps. Het is duidelijk dat dit zelfs voor de nieuwste hardware gewoon nog iets te hoog gegrepen is. De 3080 haalt 52 fps, de 3070 Ti 45 en de 3060 Ti zat op 33. Niet amazing allemaal, maar wel speelbaar. En vergeet niet dat we wel gewoon op de hoogst mogelijke instellingen zitten, hè? Op raytracing na. De 2060 is geen kaart voor 4K en dat is duidelijk, lijkt me. Met DLSS wordt de boel een stuk beter speelbaar. De 3080 managed hier nu 77 fps en zelfs de 2060 zit weer op enigszins speelbare framerate. Op 4K, de 2060. Lekker kaartje toch? Zetten we DLSS weer even uit en raytracing aan, dan wordt duidelijk dat deze game echt zijn tijd vooruit is. Laat ik het zo zeggen. Zelfs de 3080 haalt hier maar 23 fps. De 2060 heeft spontaan besloten om een PowerPoint presentatie te gaan geven. 4 fps. Is het te redden met DLSS? Op zich wel een beetje. Met DLSS aan zitten de 3070 Ti en de 3080 weer in de 40 fps. En zelfs de 3060 Ti produceert hier nog 32 fps. Op zich speelbaar. Om de 2060 en de 3060 Ti toch nog even in het zonnetje te zetten, want ze doen zo hun best, hè, ja. Ik zie dan echt voor me dat hij zo... En dan 4 fps. Als je blow speelt op 4K, wat er nog steeds gewoon sick uitziet. Persoonlijk vind ik resolutie en anti-aliasing eigenlijk het allerbelangrijkste voor hoe mooi een game is. Ik stoor me echt super erg aan van die jaggies, als je weet wat ik bedoel. Dan is de boel eigenlijk nog best te doen. De 2060 haalt dan 27 fps en de 3060 Ti zelfs 42. En zetten we DLSS aan, dan haalt de 2060 zelfs 45 fps. En de 3060 zit hier gewoon pets boven de 60. Nou goed, het is duidelijk dat Dying Light fucking zwaar is. Maar door een combinatie van de juiste instellingen, resolutie en DLSS is op elke PC van vandaag een speelbare framerate te produceren. Natuurlijk is het voor de meeste mensen duidelijk dat je voor 4K geen 2060 moet gaan kopen. Maar toch heeft zelfs die kaart zich goed gered vandaag. Maar ik zou persoonlijk voor die A130 gaan met de RTX 3060 Ti. Dan heb je de beste verhouding tussen prijs en prestaties. Alle beelden uit de video zijn te vinden op de Dying Light 2 actiepagina. Samen met de MSI actieproducten. Producten waar je Dying Light 2 gratis bij krijgt. Dus score daar even een combi dealtje, dan heb je misschien een PC en een monitor met gratis Dying Light 2. En nogmaals, je kunt de Redux Gamer A155, dat model met de 3070 Ti dus, deze, misschien wel gewoon winnen. Dus doe lekker mee aan de giveaway. Alle links in de beschrijving. Vond je een leuke video? Drop dan even een likey en vergeet niet te abonneren om nooit meer een video of actie van Redux Gaming te missen. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk tot snel. Doei. Deze video niet had gezien, had je niet eens geweten dat we een A155 weggaven. En als ik deze video niet had geschreven, had ik het ook niet geweten. Doe mee. Link in de beschrijving.